wat wordt het nieuws? Waarom is dat nou eigenlijk überhaupt belangrijk? Waarom zouden we daar ons druk over moeten maken? En ik denk dat we eigenlijk op een moment leven waarin we, niet alleen wij in deze zaal, maar eigenlijk steeds meer mensen zich daar op allerlei manieren druk over maken. En misschien niet eens zo bewust, zo rationeel, met een boek in het hand, een studie achter de rug, met de krant op de schoot, maar met een gevoel van dat er dingen in de wereld spelen die jou treffen, die jou raken, die je voelt, maar waar je eigenlijk helemaal niet weet hoe je ermee om moet gaan. En noem het globalisering en alles wat ermee te maken heeft. Bijna elke kop in de kranten van deze mensen gaat eigenlijk op de een of andere manier daarover. Of het nou over migratie gaat en vluchtelingen, als het gaat over klimaatverandering, als het gaat over de gevolgen van ongebreideld kapitalisme, enzovoort, enzovoort. Dat raakt aan globalisering, dat raakt aan jou, maar het is tegelijkertijd ook zo groot dat we daar ons eigenlijk helemaal geen weet van weten. En daarvoor hebben we kwaliteitsjournalistiek nodig. Niet experts zoals ik, maar juist mensen die er een dagtaak van maken om dat voor ons te herleiden tot bruikbare informatie, betrouwbare informatie, informatie die ergens voor staat, waar we van op aan kunnen, waar we iets mee kunnen doen. En hoe krijgt kwaliteitsjournalistiek dat voor elkaar elke dag weer? Nou, eigenlijk door zich voortdurend te schragen aan een aantal hele klassieke belegen waarden die de tand destijds volstaan hebben. Als je onderzoek ziet onder journalisten 80 jaar geleden en nu zie je diezelfde waarden terugkomen. Een streven naar objectiviteit, een gedegen ethiek. Een commitment, in goed Nederlands, pardon, aan de publieke zaak. Een dienst verlenen aan het publiek, in naam van dat publiek. Dat zijn waarden die zijn universeel voor een journalist, voor mensen die zichzelf journalist noemen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Oké, mooi, dat zijn waarden, maar wat kan je daarmee in de praktijk? Nou, in de praktijk worden die waarden vertaald in allerlei evenzeer zo klassieke gedragen technieken. Als ik tegen de journalisten in de zaal of de studentenjournalistiek de omgekeerde piramide zeg, of de omgekeerde fuik, weten jullie dat ik het heb over hoe een verhaal in de krant moet staan en hoe je een interview organiseert. Het zijn klassieke technieken, klassieke rituelen, routines, formules, genres, die eigenlijk structureel hetzelfde blijven. Ja, de voorpagina van de Volkskrant nu is misschien net iets anders qua stijl en omvang als 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Maar eigenlijk staan er nog steeds dezelfde verhalen geschraagd aan diezelfde idealen, diezelfde waarden, diezelfde technieken. En hier zit ook meteen het, laat ik het maar zeggen, probleem. Want als onderzoeker weet ik dat die waarden en die technieken die kwaliteitsjournalistiek mogelijk maken, die soort van journalistiek waar we zo'n ontzettende behoefte aan hebben, of die behoefte nou rationeel is of emotioneel, diezelfde waarden maken iets mogelijk en staan dus ook iets in de weg. En wat ze in de weg staan, is creativiteit. Dat is niet iets wat ik vind, maar wat ik weet uit onderzoek, mijn eigen onderzoek en het onderzoek van mijn collega's. Sterker nog, de eerste vermelding van dit probleem vond ik terug in literatuur uit 1967. Waar voor het eerst werd vastgesteld van ja, journalisten hebben het nodig om creatief te zijn, zich creatief te voelen. Dat heeft te maken met autonomie, met eigenschap hebben over de manier waarop jij je verhaal maakt, waarop jij je nieuws gaart, de manier waarop jij onderwerpen kiest en hoe je ze van plan bent om naar het publiek te brengen. Dat die behoefte eigenlijk niet past binnen wat ze in die tijd noemden de nieuwsfabriek. En toen hadden ze het over een krant of een lokaal televisiestation. En die conclusie zie je eigenlijk door de tijd heen telkens weer terugkomen. Van dat journalistiek is een creatief beroep. Journalisten zijn kunstenaars. Dat is ook de brug die ook zo belangrijk is van vandaag. Dat zijn journalisten. Als je met een journalist praat over wat zij of hij belangrijk vindt in het werk, dan hoor je de waarde van een kunstenaar. Ik wil autonoom zijn. Ik wil mijn eigen verhaal kunnen vertellen. Ik heb een verhaal om te vertellen. Het kan me geen fuck schelen wat iemand daarvan vindt. Het is te belangrijk om te negeren. Laat me met rust, maar geef me wel erkenning. En dat geld, dat komt later wel. Net zoals een kunstenaar is dat stukje van de journalistiek nog iets wat meer aandacht behoeft. Ook de hoofdredacteur van de Volkskrant zegt zoveel. Dus nu hebben we een journalistiek die we nodig hebben.
En een journalistiek die ook van zichzelf zegt, u hoorde het net bij de introducties, ja, we zijn aan het veranderen. Alles moet veranderen. De samenleving verandert, de wereld verandert, technologie, cultuur, alles verandert. Hoe gaan wij mee? En diezelfde verandering staat eigenlijk haaks op wat de journalistiek in essentie is. Die klassieke waarden, die klassieke normen. Nou, toen ik 6 jaar geleden terugkwam na een lange carrière en leven in Amerika en hier hoogleraar werd aan de Universiteit van Amsterdam en mede verantwoordelijk werd voor onze masteropleiding journalistiek, waarmee we heel veel nieuwe collega's elk jaar afleveren voor deze media, waar we ontzettend trots op zijn. Veel van hun zitten ook in de zaal, hartstikke goed. Was ik me ontzettend bewust van dit dilemma. Hoe gaan we dit oplossen? Want bij elke hoofdredactie waar ik toen langskwam, kreeg ik hetzelfde te horen. We moeten veranderen. We hebben behoefte aan creatieve jongens en meisjes. Mensen die visie hebben, die iets durven, die iets gaan doen. En wat gebeurt er? De kranten die nu worden gemaakt, de uitzendingen die nu worden gemaakt, ze lijken nog heel erg veel op toe. Natuurlijk, er verandert ontzettend veel. En dit is ook geen kritiek. Laat ik ons de eerste zijn om te erkennen dat nieuwsmedia in een onmogelijke spagaat zitten. Want ze moeten een product wat ongelooflijk waardevol en succesvol is, al bijna 100 jaar lang, blijven maken. Elke dag weer. 24 uur per dag. Niet alleen maar 1 uitzending, nee, voortdurende uitzendingen. Niet alleen maar 1 krant, nee, voortdurende updates op die app. Dus dat moet je blijven doen. Dat kost ontzettend veel tijd, moeite, inzet, management, sturing, talent. Tegelijkertijd moet je radicaal veranderen. Nou, doe dat maar eens als organisatie. Dat is bijna een onmogelijke opgave. Dus elke stap die weliswaar in die richting wordt gezet, verdient ons respect. Mijn respect in ieder geval. Ik kijk daar enorm tegen op. Maar toen ik die 6 jaar geleden terugkwam, dacht ik van ja, hoe kan ik nou een antwoord geven op deze vraag? Wat is dan de volgende stap? Dacht ik van, volgens mij moet dat antwoord komen van journalisten. Mensen die zich journalist noemen. Die de journalistiek helemaal achter zich gelaten hebben. Die op wat voor redenen dan ook opnieuw zijn begonnen. Noem het start-ups. Of nieuwe journalistieke ondernemingen. Toen ik terugkwam, was net begonnen Blendl en de Correspondent. Het leek alsof Nederland daar iets bijzonders had op dat moment. Maar al gauw kwam ik erachter dat dit iets is van de hele wereld. Samen met mijn collega Tamara Witske van de Universiteit van Groningen en onze studenten zijn we de afgelopen 6 jaar de hele wereld rondgegaan. We hebben op alle continenten journalistieke ondernemingen bezocht. En u ziet wat foto's van deze groep. Dit is jaar in Teheran, in Iran, daar zijn we ook geweest. We zijn in Colombia geweest, in Oeganda, in Zuid-Afrika. We zijn in Nepal geweest, in Australië, in Amerika, in Canada, in Italië, in Denemarken en zelfs ook in Nederland. En bij al die journalistieke start-ups, bij die ondernemingen, zijn we gaan zitten in een hoekje, gaan kijken wat ze doen en met mensen gaan praten, is wat is journalistiek voor jullie? En wat is het antwoord op de journalistiek van de toekomst? En natuurlijk, al die mensen noemen zichzelf journalist en claimen tegelijkertijd dat ze iets doen wat in de klassieke nieuwsmedia niet meer kan. Dat nu hebben we eindelijk die vrijheid en die autonomie om creatief te zijn. He, wat we al sinds de jaren 60 opvoeren onder wetenschappers als minpuntje misschien wel van de klassiek georganiseerde journalistiek. En daarin kwam ik 2 dingen tegen en daarmee sluit ik af. Het eerste is die klassieke waarden waar ik het net over heb gehad. Streven naar objectiviteit, een solide basis in ethiek, een commitment tot de publieke zaak. Dat die klassieke waarden springlevend zijn. Sterker nog, en u kent wellicht Rob Wijnberg van de Correspondent. Als je zijn boek leest, de Nieuwsfabriek, of met hem gaat praten, dan waan je je in de jaren 50. Het is een soort van aardconservatieve van dit is wat echte journalistiek is. En ik zeg dit met respect, met waardering. Het is een verwijzing naar die al oude waarden en normen. Maar als je kijkt naar wat die mensen doen en hoe ze hun leven, hun werkleven inrichten, de manier waarop zij nieuws maken en vergaren, de manier waarop het product en een soort producten wat ze maken, dan is dat een totaal andere wereld. Dan maken ze geen krant meer of een website of een app, maar dan maken ze zoals Zetland in Denemarken een theatershow. En zo zijn er talloze voorbeelden. We hebben inderdaad alles bij elkaar nu 28 start-ups in 14 verschillende landen bezocht. Ik kan nu 28 verschillende voorbeelden van wat journalistiek is noemen, die allemaal nog steeds gebaseerd zijn op die aloude waarden en normen. Dus mijn antwoord
En of mijn vraag misschien zelfs ook. En iets waarom ik deze avond zo fantastisch vind. En zo fantastisch vind dat zowel het Amsterdam Fonds van de Kunsten als de Stimuleringsfonds van de Journalistiek hierachter staan. Hè, twee clubs die elkaar ontzettend nodig hebben volgens mij in deze. Is dat onder de vlag van de klassieke kwaliteitsjournalistiek. Die journalistiek die nu zo nodig is. En die gemaakt wordt elke dag weer door deze mensen en al die fantastische mensen op hun redacties. Dat onder die vlag zoveel meer mogelijk is dan dat dan we in de krant of op televisie zien of op het web of op een app zien. Dat er zoveel verschillende manieren zijn om journalist te zijn en om journalistieke verhalen te kunnen vertellen. Die mogelijkheden zijn eindeloos. En niet omdat we nu internet hebben en dat dat de zaligmakende technologie is. Maar gewoon omdat er mensen zijn, nog steeds zoveel mensen die zichzelf journalist willen noemen, verantwoordelijkheid willen nemen en dan gewoon iets compleets nieuws gaan uitvinden. En dat kan. En dat trekt een publiek. Dat betaalt de rekening op 1000 verschillende manieren. En journalistiek, tot slot, is dus een beroep waar ontzettend veel mee mogelijk is. Zoveel meer dan dat we misschien soms zien. Zoveel meer dan wat wij in de opleidingen onderwijzen. En waar we ons dus eigenlijk voortdurend moeten dwingen om aan bloot te stellen. En dat is nou precies volgens mij wat we vanavond hier met elkaar gaan doen. En ik zie er in ieder geval ontzettend naar uit.